Er zijn verschillende modellen voor. En als je eigenlijk in essentie kijkt, dan die modellen die wijken niet zo heel veel van elkaar af. Een van de modellen is bijvoorbeeld dat Big Six model, dat wordt veel gehanteerd. Ons eigen model, wat we hebben ontwikkeld, sluit daar heel nauw bij aan. We hebben ook onderzoek gedaan om te kijken van als je mensen informatie laat zoeken, en wat we hebben gedaan, ze hardop laten denken, de eye tracker er dus opgezet om te kijken waar kijken ze naar. En dan zie je eigenlijk ook een aantal fases. En dat heeft te maken met goede vraag formuleren, trefwoorden genereren, het selecteren en beoordelen van informatie. Maar ook van hoe organiseer ik mijn informatie. En als ik het dan heb, vaak zeker voor schoolse taken, moet je het ook nog weer presenteren. Een werkstuk schrijven of een presentatie geven. Dus hoe presenteer je dan uiteindelijk die informatie? En daarbij ook van hoe evalueer je uiteindelijk dat proces wat je hebt doorlopen. En ook belangrijk is van hoe reguleer je dan dat hele proces. Dus je af en toe zelf vragen stellen. Heb ik wel de goede informatie? Heb ik de goede trefwoorden gegenereerd? Is het wel betrouwbaar? Dus die reflectie op je eigen proces tijdens het uitvoeren van die vaardigheden. Ja, dat blijkt echt heel erg van belang eigenlijk.